De vakantie is voorbij en dat betekent enorme drukte bij de bussen. Het is zelfs zo druk dat reizigers tijdens de spitsuren soms de bus niet eens in kunnen. Maar vanaf aanstaande maandag gaat dit veranderen. De bussen in regio Nijmegen gaan dan wat vaker rijden, maar nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, zo laat een woordvoerder van Breng weten. Vanaf 12 december wordt de dienstregeling waarschijnlijk verder opgeschaald, afhankelijk van het aantal reizigers. Breng zal monitoren op welke lijn het extra druk is en daar bijvoorbeeld verlengde bussen inzetten.